Een van de kleinere, maar zeker welgekomen nieuwe toevoegingen aan de nieuwe InDesign is de mogelijkheid om de ruimte tussen alinea's van dezelfde stijl anders te gaan definiëren als ruimte voor en na. Een zeer goed voorbeeld hiervan is bij een lijst, een genummerde lijst of een bulleted list. Daar hebben we er soms iets meer nood aan. Neem nu bijvoorbeeld deze lijst bestaande uit de alinea-stijl ingredients. Ik ga die even gaan editen en ik ga naar indents en spacing. Ik wil wat ruimte toevoegen aan mijn lijst voor en na. Ik ga even op OK duwen zodat we het zien. En dit is eigenlijk niet het gewenste effect, want ik wil gewoon wat ruimte toevoegen voor het eerste item en na het laatste item. Nu, de ruimte daartussen, die kunnen we momenteel anders gaan definiëren. Terug bij indents en spacing, daar kijken we naar de nieuwe optie. Die heet Space Between Paragraphs Using Same Style. En die gaan we niet op ignore zetten, maar bijvoorbeeld even terugbrengen naar, laten we zeggen, 1 mm. Zo, en ik druk op OK. En dit is wel wat ik wil bereiken.